Guido Den Aantrekker, hoofdredacteur van Story, heeft onlangs in het programma Shownieuws verrassende details onthuld over Jan Smit. Hij deelde dat Jan, in een vertrouwelijke context, een mollig babyarmpje zou hebben. Dit intrigerende statement zorgde voor een golf van reacties. Dit jaar vormen Peter Pannekoek en Jan Smit weer het presentatieduo tijdens het Gouden Televisiering Gala. Ter promotie hiervan werd er een ludiek filmpje gepresenteerd. In de video zien we Jan dromend in bed. Waar hij fantasie heeft dat hij het gala alleen mag presenteren, zonder Peter. Met de humoristische uitspraak de dwerg is weg, toont hij zijn verlangen naar onafhankelijkheid. Het wordt echter komisch als Peter plotseling naast Jan verschijnt in bed, wat leidt tot een hilarische situatie. Peters hand reikt naar beneden en vraagt, zeg, wat voel ik daar? Heb je over mij gedroomd? Deze ludieke uitwisseling heeft geleid tot enthousiaste reacties op sociale media, en Peter is zichtbaar blij met de aandacht. Hij vertelde News dat hij zelf verantwoordelijk was voor het schrijven van de promo. Het leek me leuk om Jan te laten dromen over het gala en dan blijkt hij naast mij te liggen. Dat vond ik gewoon hilarisch, al dus Peter. De vraag rees of Jan, als keurige afrotrosjongen, het allemaal niet wat te expliciet vond. Peters antwoord met een glimlach, Jan reageerde typisch Jan, leuk, laten we het doen. Hij voegde eraan toe dat Jan altijd sportief is en bereid om voor de lol van alles te doen... Wat ook deze promo weer bevestigt. De reacties aan de desk van Show News waren eveneens positief. Zeker, mannen die zo met elkaar omgaan, dat is altijd goed, merkte de ondeugende misdaadjournalist Joris Peters op. Guido den aantrekker rond het gesprek af met zijn onthulling over Jan, ik heb van een zeer betrouwbare bron vernomen dat Jan echt een soort mollig babyarmpje heeft. Hij heeft echt twee handen nodig. Dit zorgde voor een schokreactie van Leontien van Moorsel, die reageerde met. Too much Info. Deze combinatie van humor en onthullingen heeft de kijkers zeker vermaakt, en het belooft een spannend gouden televisiering gala te worden.